Ik hoorde gestommel en ik doe mijn ogen open. Er staat 3 man voor mijn bed. Dus ik kreeg van de scheurde een laken en repen. En die bonden ze om mijn benen. En toen hebben ze mijn handen gebonden. Met de struikel kussensloop. Mm-hmm. Nou, toen was ik machteloos. Heeft u zich verzet? He? Ja, ik heb mij verzet. Maar toen kon ik met mijn hoofd onder het ledekant. Anders hadden ze misschien wel gewurgd. Toen is die een bovenop me gaan zitten. Nou, die heb ik in mijn hand gebeten hier. En hier uit de blauwe plek. Terwijl de overvallers het huis van Pleun Herwijnen overhoop gooien, ligt de 89-jarige vastgebonden op de grond. Als de inbrekers de benen hebben genomen, weet hij zichzelf te bevrijden. Ik lag vastgebonden, maar toen had ik mijn handen stijf gehouden en die liet ik toen schieten. En toen kon ik het verband voorzichtig met mijn pink losmaken. Het laken, want dat was niet muurvast natuurlijk. Dus toen had ik direct de politie gebeld. Na een nachtje in het ziekenhuis is Pleun Herwijnen gewoon weer thuis. Hij heeft nog niet helemaal in kaart kunnen brengen wat de inbrekers precies hebben meegenomen. Dus ik weet niet wat ik kwijt ben. Geld weet ik wel. Mijn portemonnee hebben ze uit de jas van de kapstok gehaald. En mijn portefeuille. Ik ben ongeveer 450 euro kwijt. Als je het overkomt, je kan het wel vertellen, maar het overkomt ben je een heel ander mens. Als er zo'n vent op je schouder zit en je bent gekneveld. Dat is een grote belediging, weet je dat? Ja. Nou, zou ik op.